Dag, mijn naam is Aart, geen afstand van een rechthand of vlak. Als een rechthand vlak niet evenwijdig zijn, heb je geen afstand, want je snijdt elkander. We kijken alleen naar een recht en vlak die evenwijdig zijn. Dat betekent dus de rechte een vlak geven en gewoon dat is de afstand tussen de recht en vlak, loodrecht op de recht en op het vlak. Ja. Nu, een rechte wordt voorgesteld door een punt in de richtingsvector. Een vlak wordt voorgesteld door een punt in twee richtingsvector, A en R, I, B en S en T. Dan de afstand van je recht tot je vlak, van dan uw A, B, uw twee punten, B min A, maal de normaalvector scalair product, gedeeld door de norm van de normaalvector. Ja. Dus dat is de afstand van uw vlak tot de rechte. Alleen evenwijdige rechten en vlak. Nu, A hier gegeven en B en alfa hier gegeven, is een vergelijking van alfa. Je merkt hier dat die beide dezelfde richtingsvector hebben, dat betekent dat ze evenwijdig zijn. Vergelijk van een vlak wordt opgesteld door een determinant. Ja. In de eerste rij schrijf je x, y, z. De tweede rij schrijf je de eerste richtingsvector, die is hier 0, 1, 4. In de tweede schrijf je hier de tweede richting voor 1, 0, 0. En dat vlak moet gaan door het punt P, dat door 2, min 1, 1. Nu, dat gaan we uitwerken. Dan krijg je een term in x, een term in y, een term in z. Bij x laat je de eerste kolom weg, hou je 1, 4, 0, 0. Bij y doe je de tweede kolom weg, hou je over 0, 1, 4, 0. Bij z hou je de laatste kolom weg, hou je over 0, 1, 1, 0. Het uitwerken krijg je hier 1 wordt 0, dit wordt min 4, maar met de min wordt dat plus 4, y. Hier krijg je 0, min 1, min z. Hier moet je nog altijd een plus t constante term bijschrijven, dus plus t. Dat gaan we vinden door het punt in te vullen. P vul me in, dus krijg je 0 maal 2 is 0, 4 maal min 1 is min 4, z maal min 1 wordt min 1, plus t is 0. Dat betekent het feit dat je d gelijk is aan 5. Ja, min 5 is t. Dat betekent, de vergelijking wordt dus 4i, min 4i, plus z, 4i, min z, plus 5 is 0. Ja, dat is van alfa. Kunnen we de normaal vector opschrijven? Dat wordt dus van die vergelijking wordt 0 keer x, dus 0, 4 keer i is 4, en min 1 keer z is het dus 4, 0, 4, min 1. Dan gaan we ab berekenen. Dat betekent b min a. Ja? Dus eerst uw b was hier 2, min 1, 1. Dus b is 2, min 1, 1. Uw a is 1, 2, 3. Naar 1, 2, 3. Als je gewoon eraf trekt, 2 min 1 is 1. Dan krijg je dit hier. Dat wordt min 3. En laatste krijg je min 2. Dat betekent dus dat we nu uw norm kunnen berekenen. AB maal NA. Ja, het kleine product. Dus als de waarde van AB was, hier gegeven, 2, 1, min 3, min 2. Uw normaal vector was 0, 4, min 1. Als je uitrekt, de x-coördinaat wordt 0. Bij de y krijg je min 12. En bij de z krijg je plus 2. Dan krijg je de absolute waarde van min 10. En bij tijd betekent dat de waarde 10. Ja, dus in de teller krijg je 10. Voor de noemer moet je nog de norm nemen van uw normaal vector. Normaal vector was de waarde hier 0, 4, min 1. Dat is 0 kwadraat plus 4 kwadraat. Plus 1 kwadraat, kwadrateren altijd, dan krijg je wortel 17. Dus 10 gedeeld door wortel 17. Ja, dit is wortel 17, krijg je hier 10 gedeeld door wortel 17. Dat is, als je de wortel 17 naar boven brengt, 10 maal wortel 17 gedeeld door 17. Ja, dus als je de wortel 17 wegbrengt uit de teller, dan noem ik dit hier. Dat is dus de afstand tussen een vlak en een rechte, alleen voor evenwijdige rechten en vlakken. Dankjewel, bye bye. Ik maak me veel plezier, video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.